Jongeren in 6 districten zijn de afgelopen periode meer bewust gemaakt over hun rechten. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, voerde het kinderrechtenproject uit met als doel jongeren specifiek bewust te maken over het internationaal verdrag over de rechten van het kind. AWJ-minister Stephen McAndrew stelt dat het van eminent belang is om jongeren bewust te maken over hun rechten en plichten, zodat ze hun plek in de maatschappij kennen en beter kunnen invullen. We hebben dit uitgevoerd in samenwerking met UNICEF, welke het project heeft gefinancierd. En we zijn dan, hebben dan in de afgelopen maanden een 6 districten aangedaan. McAndrew omschrijft het uitvoeren van dit project als een perfect meetmoment om precies te weten met welke problemen jongeren uit de verschillende districten te kampen hebben. Hierdoor kan er conform de evaluatie verandering worden gebracht in het beleid ter verbetering van de positie van deze jongeren. Wel, enkele voordelen zijn dat we ook een beter besef hebben als ministerie van de issues waar de jeugd bezighouden. Bijvoorbeeld in Mungo was de focus op hygiëne, op alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, maar ook kindermishandeling. In andere districten hebben we gefocust op gevechten tussen scholieren en dergelijke. Dat was onder andere in Paramaribo, omdat dat toen een issue was. Dus zo hebben we gekeken naar bepaalde situaties in districten. Ook gelet op de noodzaak, feedback van de districtscoördinatoren, hebben we dan de kinderrechtenprogramma, hebben we dan afgestemd op die specifieke behoeften. Vanwege het beperkte budget zijn nog niet alle districten aangedaan. Maar het ligt wel in de bedoeling ook de overige districten te voorzien van de informatie. Aldus de bewindsman.